Een nieuw schooljaar, nieuwe video's en we starten met een oud onderwerp, het feodalisme. Dat verhaal waarbij de koning als lenier leenmannen aanstelde om zijn rijk te kunnen besturen in de middeleeuwen. En het was dus vooral een politiek iets, maar er werden ook andere problemen mee opgelost in die middeleeuwen. En een van de grootste problemen in die tijd waren de pestplagen die heel veel slachtoffers maakten. Nou, en die lenier bedacht een oplossing om deze ziekte te bestrijden. Zijn oplossing? De Ice Bucket Challenge. Hoe werkte die precies? Nou, hier hebben we weer die leenheer en zijn leenmannen. En dus om een einde te maken aan die verschrikkelijke ziekte, nomineerde de leenheer zijn leenmannen om emmers ijskoud water te pakken en dat over zich heen te gooien. Die leenmannen konden dan weer op hun beurt hun achterleenmannen nomineren en die kon eventueel weer een horige boeren nomineren. En op die manier probeerde men dus een einde te maken aan die ziekte. Later in de middeleeuwen levert dat nog wel wat problemen op. Ruzie tussen de paus en de keizer. Want die gaan zich afvragen ja, wie dan eigenlijk de bisschoppen precies mag nomineren. En dat komt ook wel bekend te staan als de zogenaamde investituurstrijd. Die Ice Bucket Challenge doet dus nogal wat in de middeleeuwen. Maar goed, je voelt hem al aankomen. Ook ik ben genomineerd en ik ben de flauwste niet. Dus hier volgt mijn Ice Bucket Challenge. Nou, dit is hem dan, de Ice Bucket Challenge. Bedankt Ad voor de nominatie. Natuurlijk eerst even het ijs erin doen. Oké, niet voor de pest, maar voor ALS. Ik zal ook een kleine donatie doen. En bij deze nomineer ik mevrouw Sporen van Sint Joris College. Meneer Van de Biggelaar en meneer Van Beek van het Sondervik College in Veldhoven. En meneer CD van het Redens in Roosendaal. Laten we er met z'n allen weer een mooi schooljaar van gaan maken. Oh. Oh. Dat is koud.